Ja, oké, maar de Ferrari is een ander geval. Ja, dat is waar. Ik rijd deze 1 en ik val die race, denk 2. Of ook 1, weet niet. Is het ook al J. Garcia en Van den Berg? Zelfde tijd. Exact. Ja. Ja, het zit dicht bij elkaar. Ja, dat klopt. Ik vind het alleen jammer dat ik, als ik zo kijk naar de tijden, ja goed, sommige gasten die zijn wel echt te snel op amateur. Ja, nog steeds. Nou, ook al zeggen, het is natuurlijk een kort baantje, het zit heel dicht bij elkaar. Het zegt allemaal niks, ja. Dit. Nee, klopt. Straks maar Imola. Imola is wat technischer. Ja. Daar gaat het verschil komen. Ik heb Imola nog niet zoveel gereden, dus die moet ik even gaan tryharden. Ja? Ja, ik ken de baan natuurlijk wel en ik heb er wel gereden, maar niet enorm veel. Ja, ik moet zeggen, ik was altijd heel goed op Imola, alleen dat is nog wel in mijn tijd dat ik ook niet zo snel was. Ja, toen heb ik met Lars en Wouter ook nog een 9 uur gedaan of zo. 9 uur? Maar, oh. Ja, 9 uur gereden. Ja. Maar dat was single player. Oké, voor mij, ik heb een keer een endurance gereden op... Imola voor TRC. Ja, met mij. En Wouter. Wouter, ja. Dus in het begin, volgens mij, zat ik er net bij. Ja, dat zou kunnen, ja. Zo, toen was het nat, hè? Ja. Toen heeft het bijna de hele race geregend. Dat weet ik niet meer. En toen kon ik best goed in de wet omgaan met die aanmerking. Maar, het was wel een leuke race voor mij. Geen crashes gehad toen. Dat weet ik wel nog. Ja, dat klopt. Het was een veilige race. Dat gebeurt niet vaak. Ja, nee, we hebben nu Joey, hè? Nee, niet goed. Nou, Joey, weet je, Joey is niet eens heel erg langzaam eigenlijk. Alleen Joey is echt... Nee, die kan niet concentreren nog. Nee, ja, maar tegen Spa heeft hij geen crash gehad. Maar wel 7 tracklimits gereden. Ja. Maar zijn tijd die hij op Spa reed, zijn snelste tijd. Ja, niet tijdens de endurance, maar tijdens practice, die haal ik niet. Nee. Dus dat vind ik wel knap. Maar goed, ik weet niet hoeveel hij geoefend heeft. Hij heeft zeg maar 2 banen die alleen maar rijden. Dat zijn zeg maar Spa en Silverstone. Oké. Ja. Ja, ik moet wel zeggen, Silverstone was echt, dat vond ik echt een verschrikkelijke baan, maar dat is ondertussen wel een van mijn favorieten geworden. Imola is een favoriet en ik vind Misano vind ik ook echt een leuke baan. Nee, ik heb geen favoriet. Ik heb geen baan waarvan ik zit, oh ja, die vind ik echt een leuke baan. Paul Ricard vind ik kut, Hungaroring vind ik kut. Ik vind Hungaroring wel leuk. Ik vind deze baan, vind ik, ja. Prima. Maar, nee. Bocht 1 en bocht 2 vind ik helemaal kut. Ja, en 3. Ben ik er mee. Ja, 3 is ook lastig. Ja, maar dat is nog oké, zeg maar. Die kan je nog wel elke keer hetzelfde nemen. Maar bocht 1 en 2 neem ik gewoon nooit hetzelfde. Nooit. Nee. Maar qua baan, je is net goed, hè? Vind je niet eens zo'n slechte baan eigenlijk? Nee. Dat hebben we vorig jaar gereden, toch? Twee seizoenen geleden. Ja, 2 seizoenen geleden, ja. Dat is leuk. Als je helemaal in de flow zit, is het een heel fijn circuitje. Ja. Ik ga even naar de wc doen, jongens. Kom zo terug. Fuck! Even mijn geluid wat zachter. Thank you.
Zo, it geht on. It geht on. Of zoiets, toch? It geht on. Dat dus. Ja, maar dat is voor de Elfstedentocht, toch? Onder andere, maar ook voor de... Voor de Red Bull-tocht. Ik ben connected free hier. Waar sta jij, Jess, in de pit? Een beetje vooraan? Ja, derde of zo. Nice. Oh, dan was jij eerder dan ik zelfs nog in de server. Maas, ben je altijd, echt laat of zo? Ja, maar ik ben nu dus een beetje ziek. Nou ja. Ik sta 15. Dus normaal heb ik vier runnen. Nu wil je maar, zeker zijn van je zaak. Ja, nou ja, ik denk, ik ga het maar niet doen. Ja, ik moest al een keer opnieuw inloggen, was de baan helemaal leeg. Ja, dat getuigt van een server issue. Nou, die Actis die op 37 staat, die is helemaal rood. Ja, sommige gasten hebben niet zo heel goede verbinding, zullen we maar zeggen. Ik wel, totdat hij er in één keer uitvliegt. Sst, ben nou stil, jongen. Nou, doe je het zelf, hè? Hey. Ah ja, fuck! Ja, nu is het klaar. Nou, je fucked. Ja, je roept het over jezelf af. Ik heb heel mijn mel moeten houden. Ja, echt, hè? Nou, ik heb er zin in. Ik ben er vooral benieuwd naar de race straks. Ik ook. Met name race 2. Ja, dat gaat heel leuk worden. Hey, Ivo, lekker vooraan rijden. Ja, ik ga gewoon, als ik dan toch vooraan moet starten, ga ik gelijk slingeren. Zorg, als je gewoon naar die eerste race laatst eindigt, dan start je vooraan. Dan rem je even heel vroeg in bocht 1. Ja. Dan crasht iedereen eruit, ja. En dan rijd ik naar voren. En dan weer. Ja. En dan doe je even een touwtje om mijn bumper en dan kan ik meeslepen. Ja, ja, is goed. Nee, hey, hallo, denk eens even aan mij. Oh ja, sorry. Ja, je mag ook meerijden. Oké, is goed. Wow, wat gebeurt er? Nou, ik ga het gauw de pits uit. Ja, dat is een goed plan inderdaad. Ik ook. Shit. Smaai, rij jij niet derde? Ik niet. Heb je een livery pack geïnstalleerd? Want die wil mijn auto's wel redelijk duidelijk te zien. Gaat in één keer Track Titan, gaat in één keer updaten. Oh ja. Ja, is ook wel leuk, toch? Ja, van een scherm flipt helemaal, joh. Fuck. Kappen nou. Oké, Track Titan is niet handig voor tijdens een race. Perf, deze bocht moet dat iedere keer. Voorzichtig. Ik zit in die wan, zeg maar. Dood. Hij dat zo. Ik hou hem ook nog binnen de lijntjes. Ja, dat doen we. Daar je binnenkant hoor. Ja. Dus er gaan zoveel mensen in de pits uit nog, joh. Dit wordt echt een ramp. Lijkt een beetje Formule 1, dit kwalificatie. Q1. Had er eentje voor me ineens zitten remmen. Ja, dat was, ik rende. Ja, maar die kleine die naast je reed ook. Probeerde ik te ontwijken. Oké, dat is niet zo netjes Frans. Frans van der Linden die gaat gewoon echt, iedereen staat half stil zeg maar, die ramt er gewoon vooruit langs. Ja, Sim Race in Holland, hè. Oh, die gaat mij nou voorbij.
left, clear right. Net zo'n kom in zitten.
Sector 1 is clear. Green flag all clear. Sector 2 is 0.3 back off the pace. Very little fuel left. Allereerste 1.28, dat heb ik nog nooit gereden. Nice. Ja, een keer tijd. Zo, het rijden gasten in één hard zeg. 1.28 is wel snel. 10 minutes left, 10 minutes to go. Hey, maar weet je wat het is? Als er hoeft maar één iemand in bocht 1 net spinnen door de bocht te krap te nemen en het is gewoon klaar, hè? Want die curb daar, dat is no, dat is gewoon klaar. Maar goed. Kom, 3/10 onder mijn tijd en ik reed hem in Vellet net. 3/10, dan had je hem gehad. Yup. Laatste bocht. Nee. Dit was een 8-0 geweest. Fuck! Shit, ik rijd achter de pits. Krijg ik nou een straf meteen al? Nee. Nee, we gaan het zien. Exit clear. Push, blue flag. Pit exit moet je ook opletten. Die bocht die erin zit in de pits nog, die vangrail aan de rechterkant, die komt in één keer een beetje naar buiten toe. In de bocht, dat zie je niet. Dus als je hem te scherp neemt, dan krijg je een putje vlak. Ja. Cold tires all around. Heel raar. In één keer gaat alles op mijn stuur gaat aan. Dus alsof alle knoppen in één keer worden ingedrukt. Incident clear, green flag. That's a new fastest lap for Wilson, 128.00. Flag in sector 1. Green flag in sector 1. Sector 2 is clear, V15. Dat is 8.075 geweest. Maar waar sta je nu dan? Eerste? Nee. Vijfde. Hey.
right. Jezus, Mina. Clear right. Blue flag, oké. Okay. Right side, clear right. 7, 9. Oké, die gas krijgt die poorten. Sector 3, sector 3 is yellow. Als je de heer Ferries tegenkomt, auto nummer 17, dat is een rookie. Opletten, die heeft niks in de raten. We hebben toch hij komt de pits uit en gewoon niks. Gelijk links of zo? Nou nee, ik ram hem tegen hem aan in de chicane bovenin. Want ik dacht dat hij aan de kant gaat, maar hij bleef gewoon rijden. Yellow flag. Ja, niet praten, qualify. Green flag, you're clear. That's 5 minutes to go. 5 minutes. Als je wat intikt. Nee, ik krijg. Okay. Volgens mij niet hoor. Eerst maar, je hebt 5 minuten of fuel zo naast me. Incident clear. Ja, die spint. Ik was die gek. Ja, ik rij gewoon 3 seconden langzamer als normaal. Ik krijg gewoon geen gang in die bak. Left side, clear left. Zo zie je. En het is je eerste race in zilver, toch? Oké, AJ, we need to watch these track limits. Yellow flag. We rest on fumes, mate. Waarom kijkt niemand in zijn spiegels of naar vlaggen? Ik ben zo bang. En die radar die gaat toch ook af, of niet? Ja, maar dan is het te laat, hè, in de kwalificatie. Als je radar afgaat, dan ben je te laat. Ik heb jou toch 1.30 of 1.31 zien rijden op de practice server? Ja, maar ik krijg het er nu niet meer uit. Dat is het vervelende. Ik weet niet wat er gebeurd is.
Ik had de snelste tijd 1.30.7 nog wat. Of zo. Ja, daarmee zou je in ieder geval zou je erop zitten. Ja, zou ik wel even een stuk verderop op de grid zitten, zeg maar. Waarom is Wouter Frins zo langzaam met een 1.29.8? Hoe kan dat nou, joh, die gast? Het ene seizoen rijdt hij me helemaal overhoop, en het andere seizoen is hij echt gewoon niks. Aan banen liggen. ...1.27.6, die Wilson hoort ook niet thuis in deze klasse. Nee. Maar vorige race, waar was hij dan? Toen stond hij tweede of eerste, want had hij pole. Is dat die Lexus? Ja. Oh, ja, oké. Ja, die moet ook naar een andere klasse. Maar race pace... En heel eerlijk, als je zeg maar amateur bent en je staat op tweede plek met een 28.0... Ik heb nog twee plekken kunnen winnen. Dat vind ik ook wel aan de heftige kant. Hey Jesse, ben je aan het rijden? Nou. Goed. Setup, race 1. Jij zit in de reserve, dat is op 1-7. Wie is daar? Ja, ik denk ongeveer ook nu zo. Dat is hij toch? Rook is slecht voor je, Wouter. Stop daarmee. Ja, daarom doe ik het ook niet. Ja, goed zo. Arjen, blij met je qualifying? Ja, ik ben er redelijk blij mee. Ik vind het alleen... Ik vind het echt zwaar tegenvallen dat Jesse niet op pol staat. Vind ik jammer. Nou zeg, vijfde is gewoon hartstikke goed voor die jongen. Ik zat nee, te kijken. Nee. Oh, je nee. Bent boos. Ja, ik ben zevende. Boos. 27-6, jongen, grapje. 20 minutes. Ja, je bent een waardeloze kutcoureur. Ja, gewoon mee. Ja. Zal ik naar je huis komen? Kijk, je kan me niet aansteken, want ik ben al ziek. Nou, moet jij eens kijken als ik een aansteker pak of ik je niet kan aansteken. Track temp is 32. The air temp is 25. Zie ik nu in deze chat? Ja, joh. Die gaan we reporten, die gast. Dat is echt een. Die moet je oppassen, die jongen. Die is niet zo snel, dat is niet zo erg. Alleen. Hij kijkt ook niet in zijn spiegels. Maar hoe is die verder, Arjan? What the fuck? Mandatory pitstops 1. Wat? Huh? Hier klopt dus niet. Hey, ik sta nog vast, zeg maar. Moet ik in de chat zeggen? Ja, ik zou het gewoon in de in-game chat zeggen. Oh. Familie eensgezind. Maar Arno is die? Ja, goed. Goed. Ja? Ja, wel een beetje druk, zeg maar, laatste tijd. Ik moet zeggen, mijn emmertje begint wel een beetje leeg te raken. Met mijn huis en zo. Maar verder rest gaat allemaal goed. Ja, maar ik heb jullie wel gemist. Er is weinig contact geweest de laatste paar... Oeh, net op tijd, man. Ik lost de connection. Wacht even. Ik ga even één seconde, Wouter. Ik ga even snel mijn pitstopstrategie even aanpassen. Doe dat maar eerst, dan ga ik weer even verder met mijn kenmerkende aspecten doen. Zal ik gewoon de band wisselen maar, of niet? Nee, want ze zeggen nu dat er geen mandatory stop is. Dus ik zou hem wel gewoon... Wie zegt dat? Ja, in Arctis. Ik kan... Ja, ja, maar ja... Ik kan even snel in call... Ik zie Schenk en Hop. Jij die in deze race? Ja. Ja, wacht, geef even een seconde. Nou ja, volgens mij was... Nou ja, maar er staat geen tire change of refuel aan, dus het zal wel niet. Nee, alles staat uit.
toch? Driver swap, fuel, tire change, pit window. Ja, weet je, we gaan het zo zien. Als we zo meteen race gaan starten, zeg maar, Formation Lab, en er staat een eentje in mijn in je scherm, ja, dan ga ik ervoor. Dat zou echt dom zijn als ja, dat aanstaat. Oh man. Anyway. Oh, die ferry staat voor me. Ah! Nee. Hop en Dimitri weten er ook niks van. Oké, maar waarom komen Hop en Dimitri gewoon niet in deze chat? Omdat die niet... Dat ze dat niet kunnen. En omdat het dan wordt echt een hele drukke bedoeling. Ah, hij is altijd al, maar goed, als ik erbij ben. Maar daar niet van. Maar het wil wel vorderen met het huis een beetje, Arjen. Ja, alleen nu komen allemaal wat tegenslagen, zeg maar, dingetjes die dan toch even weer dat kut is. Dan moet je weer gaan regelen en zo. Dus ja, dat is even, dat hoort erbij. Wat, wanneer was nou de planning om daar ook echt in te trekken? 8 mei verhuizen. Oké. Si. Maar ja, als het echt mandatory pitters wordt, is het undercutten. Undercutten, ja. Nou ja, nu niet, maar straks wel. Ja, maar als die mandatory is, ga ik meteen ronde 5 ga ik erin. Of ronde 2. Moeten jullie voor race 2 een andere server in of zo? Ja. Nee, je moet eruit. Ja. En dan daarna weer erin. Dezelfde server, toch? Ja, maar dan wordt het wel een soort van een andere gemaakt, maar hij heet hetzelfde. Ja, ik zag vorig weekend, tenminste vorige week, aan de incident report, ik weet niet of jij het daar een beetje gezellig mee hebt gehad, dat het een vrij chaotische race was, die reverse grid. Zo, nee joh, echt, wat een 30 incidents? 30 of 13? 30. Jezus. En echt, er zat echt van alles bij, maar dit wordt erger, want het snelheidsverschil is groter. Ja, en, en er zijn een aantal mensen die gewoon die rijden voor het eerst mee. En die hebben gewoon helemaal. Die zijn allemaal die hotlappers, maar die hebben geen. Die kennen de etiketten niet. Drive. Oh, drive. Dankjewel. Hey, ik zie het lampknopje alweer oplichten. Ik zie niet de muizen naartoe gaan. Voor het geval. Maar ja, dat dacht ik ook al. Dat inderdaad bij die pro's ging het al chaos. En daar konden ze het veld veel dichter bij elkaar brengen dan hier. Hier zijn de achterrunners. Die zitten secondes van de frontrunners. Ja. Hey, kijk eens nou op mijn scherm, Wouter. Ja. Wat zie ik? Kijk, er staat nu mandatory 0 van de 1. Staat er nu. Maar er staat ook valid bij. Dus... Ja, valid, dat is normaal. Als je in je pitmenu aan het... Even kijken, ik kijk even hoeveel staat, ACC. Er staat eentje bij ons naam. Ja. Ja, dus... Er is een required pitstop. Ja, ja, er is een required pitstop. 1 liter fuel erin gooien. De requirements zijn niks, maar je moet gewoon een pitstop maken. Dus ik zou van 1 liter erin janken. Sam Spekelijk heeft gezegd dat ze zich sorry maken voor de fout die het waarschijnlijk is. Ik hoop maar... dat ook in de 40 minuten kan zijn. Dat is echt fantastisch. Wat zeg je? Ik denk ook vooral dat in die 40 minuten het gewoon zaken zo snel op de pitstraat in duiken. Gewoon ronde 1 die pitstraat in, want dan hoef je niet chaos door. Dan heb je clean air, kan je hard rijden. Maar, dus oké, ik ga gewoon voor 2 liter. Nee, ik doe er 3 liter in. 3. Oké, 1 liter inderdaad. Maar anders kost het meer tijd. Nee, dat geen, maakt geen bandenwissel. Jawel. Nee, 29 minuten. Oh ja, nou goed. Zo in detail is dat ook niet. Nee, maar je gaat er geen banden wisselen, dat kost echt veel tijd. Nee, daarom niet. Elke liter is 0,2 seconden. Ja, oké. Ah, dat is echt een fractie van de... Ja, het kost ook tijd om zeg maar die slang erin te stoppen en het eruit te halen. Ja, het is dus ook jammer. Jesse, jij bent toch nog bedaard met dat team, door dat team? Ja. Ben je daar een beetje mee in contact bezig? Ik heb ja, alleen ik dacht dat het over een andere iRacing hier. Maar ik zeg dat het er zo ook een SRI is. Ja. En we gaan nu zijn goed. Ja, ik vind het heel jammer dat we geen TRC team, want het had me echt een geweldige uitdaging geleken met z'n drieën. Maar ja, niks sorry, want ik kan er niks aan doen. Ik moet wel zeggen bij mij, ik heb best wel een dikke PC, maar de laadtijden van de Noordsluiver zijn wel wat langer inderdaad. Ja, de laadtijden maken me helemaal niks uit, maar het is gewoon het feit
Ik rij ook soms met lage frames, maar het is gewoon scherp aan. Ik was er heel zijn doen. En ik zei oprecht, ik weet niet of ik gecrashed ben, want mijn beeld hangt vast. En ik moest maar gewoon door blijven gassen en sturen op de game. Noteren ze alleen mijn beeld niet, in de hoop dat ik niet wat aanreed. Nou? Dat ik volgens mij die staat die pistol veranderd heb in de setup. Dus dat standaard die bericht op staat. Nou, heren, succes alvast. Ja, succes! Ik ga ook kijken hoe het vrij gebeurt, zodat ik nu niet uit de focus blaf. Green, let's go, let's go! Alright. Still there. Hold your line. Still there. You're in the middle. Clear left. You're in the middle. Three wide. Clear right. Clear all round. Left side. Hold your line. Hold your line. Hold your line. Still there. Clear left. Left side. Hold your line. Clear left. Okay, AJ,
misguided structure. Ah, shit, wordt gebeld om een horloge te gaan trillen zo gek. Ben vergeten op het stille mode te zetten. Shit. Your ear brakes are getting pretty hot. Fastest lap for Wilson, 128.56. Yellow flag, stay sharp. Left side, clear left. Look out for the pit speed limit. Oh, Pino, you're just getting tired. Vuile tyfus lul! No. Wat is daar gebeurd? Nou, er zit een BMW voor me en daardoor word ik ingehaald. Omdat hij gewoon zit af te stoppen en dan gaat hij de pits in. Ik heb een slechte pitstop, Oh, ik ben aan het kloten. Ja, oké, okay, je bent weggekomen. Ik pas me. It is clear, push now, green flag, clear of the incident. Blue flag. So, I'm on the clock here. Correct temperature, looking good. Arms. Was he needed for you? I was high. Yeah, okay. Track how you're late in that line. Yeah, sector 3 is green. Fastest lap for Wilson, 128.55. On your right. Still there.
Hold your line. Hold your line. Clear right. Green flag. Oh man, blauwe vlag nog steeds proberen in te halen dan. What the fuck, jongen. Ja, Jess, heb je ook van die rare dingen allemaal of niet? Achtergenomen alsof net
het was een achterblijver. Ja, dat is leuk. Je left rear is hot. Yellow flag, stay sharp. Deze race heeft al heel veel auto's en banen gegeven. Stick to the plan, don't be intimidated here. V27, sorry, ik heb helemaal niks, joh. Dit is zo bang. Nou, ik heb leven. Ik denk ook dat je heel veel kan winnen, of dat je heel veel kan verliezen. Green flag, sector 3. Okay, AJ, you've got half your fuel left. 5 minutes remaining, 5 minutes left. Incident, sector 3, yellow flag. We think, Brits, spin it, sector 3 is clear. Aan bolen is. On your left. Op dit moment rijdt er maar één voor je die op de pitstop heeft gedaan. De rest van de wereld. Ja, 7.6 is dat nou. Ja, maar je hebt het. Okay. Yellow flag, sector 1. It looks like Lennox has gone off the yellow flag. That was a 130.39. Ik kijk nu naar de livestream, hè, dus van ja, is het wel die. Clear of the incident, green flag. Left side, clear left. Okay, AJ, there's a car exit in the pit, heads up. I'll make myself leave.
22. Right, that was never seen that. You have to get the name from the spell start. Komt toch altijd naar de hand, dus doorrijden. Ja. Ja. Ja, dat is gewoon etiket. Het voelt me, ik slaap er beter door. Ja, precies. Dat doe ik ook, ja. Wat gebeurt deze? Gewoon een heel mooi strak tempo rijden. En, Zo extreem snel, Jesse. Nog één rondje. En er moet nog één uit, dus je gaat vierde worden, denk ik. Er moet nog één stoppen. Ja, maar waar is het? Die rijdt nu op dit moment naar box 1. Tussen box 1 en box 2. Oh, dat is de leider. Dat is allemaal een rookie, dus laat het gaan. Ik ga het schokslaag krijgen. Ik kan niet meer zo'n pitje doen als het nu op de net zit. Dan krijgt het 30, 40 seconden met ons. Liefst, gast. Zo belangrijk. Als gelepte auto's je laten gaan, zeg maar. It's a clear. It's a green flag. One more lap to go. Nee hoor, nu ook. Kijk maar. Ja, moet dan geen. Dat is prima. Het mislukte me maandag bij Valencia. Ja. Als je mijn pistool opgefokt had, had ik oprecht de derde staan. Wat te zwak. If, yes sir. Ik wil het zo zien. Het zou echt extreem grappig zijn als ik nu het inderdaad een bug was en die hoekje geen penalty krijgt en die hoekje de race heeft. Waarschijnlijk heb ik dan penalty als de tweede ook gelijk komt. Maar ja. Deze kwalificatie is er. Nee, 130. Ah, 100. Dus ben ik 4. Ja. Yep. Ja, je kunt het verbaren natuurlijk op een gegeven moment. Ik denk stop. 320. Oké, we're done. Ja. Nu moeten we eruit zeker, of niet? Maar je startpositie is ongeveer hetzelfde gebleven als deze race, dus je kan van deze race opnieuw proberen. Ja. Door jongens, dit is echt. Ik moet even op gaan schrijven. Hoe heet die gast ook weer? Dat was Huizinga volgens mij. Hè? Dat was die McLaren. Ja. Was diezelfde die jij voorbij liet en hij jou weer voorbij liet. Dat was nee. Oh nee, dat was dan de verkeerde. Nee, dan bedoel ik. Nee, dat was een Beamer. Dat was een Beamer. Dat was de. De Munich. De Munich. Die gaan we. Abda. Die gaan we opschrijven. Ik weet niet welke rond het was, maar goed. Ik zou die noob van de kwalificatie ook nog even noteren dat ik jou was. Wacht even kijken, dus auto nummer. Oh, hij zal weer pleiten. Shit, welke auto nummer was het nou? 5, die BMW. Ja, anders heb ik een replay opgeslagen. Auto nummer 5? Ja, je BMW was 5. 5. Maar ja, je komt er toch weer tegen de volgende race. Ja, dat is waar, maar ik moet even vast opschrijven, anders ga ik dat vergeten. Nee, ja, BMW was nummer 5. Het is geen NASCAR dat je. En dan hebben we nog die andere gast. Arne heeft van zijn eigen Excel sheetje gemaakt met penalties. Ja, ik ga eruit. Ben je ook uit de server al? Nee. Ja, ik ben er al uit, maar ik kan die andere niet vinden. Ja, je moet nee, nog even. Je moet eerst wel iedereen hieruit. Ja, nou, dus nu iedereen in die fase zit. Sjouke ging er eens gisteren, want ik was. Ik ben derde geworden. Ben je derde geworden? Ja. Oh, netjes. Harry die kreeg op een gegeven moment. Op een gegeven moment zei hij van ik moet stoppen, want mijn banden doen het niet. Nou, dat was daar 15 minuten of zo. Ik denk, nou prima. Dan moet je straks nog een keer. Het was daarvoor maar echt 700 graden op die baan.
Nou, dat viel wel op zich mee, maar op een of andere manier, die Porsche vreet de banden daarop. Ik weet niet waarom. Ik had het alleen naar zo'n 40 minuten, of 35 minuten of zo, toen had ik zoiets van, oh, ze worden wel een beetje geel. Maar verder... Nu ben ik trouwens ook wel benieuwd of, weet je, je reed op het begin achter, want in bocht 1, ronde 1, dacht je, ik ga gewoon Valencia verkennen. Ik ga buitenom, dacht ik. Ja, alleen het timer zat voor me. En die remde me net even wat te vroeg. En daar schrok ik van. Oh. Waardoor ik daar recht doorschoot en niet die bocht mee kon pakken. Ja, jij kon... Niet dat het iets had uitgehaald, want ik had timer sowieso niet bij kunnen houden. En op een gegeven moment... Lars had ook problemen met zijn banden. Maar die was ook... Daar heb ik een tijdje achter gereden. Die was alleen maar aan het dweilen en aan het dansen. Dus... toen raakte hij van de baan. Ik heb je er ook niet zonder slag of stoot langs gelaten. Nee, maar het was fair and square, toch? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Voor het grappige is, ik heb die beweging die ik op jou heb uitgevoerd, heb ik een heel paar keer geoefend met AI'tjes. Oh, maar dat was bij die... ik trok je eruit op de street. Ja. Want de Mercedes is gewoon een monster op de street ineens. Of, weet ik veel, ik heb een langer gaspedaal. Nee, die Mercedes die trekt gewoon als een tierenlier. En, ja. Dat hou je ook uit die... Het was eigenlijk ook te vergeefs om die laatste bocht aan de binnenkant te nemen en jou probeerde daaruit te trekken. Ah, joh. Het was wel gelukt als ik jou naar buiten had gedreven. Maar gewoon blijven rijden en we zien het wel. Vind jij hem al, Jesse? Ja, nu wel. Even kijken hoor. SSRI... Zo, het zijn er veel SSRI-servers in één keer. Ja, bovenste. Rustig. Pitstop, Jesse! Jij moet juist zo ver mogelijk naar achter, want dan kan je weer op hetzelfde punt je motor uitzetten. Je hebt 5 minuten, dus. Ik wil er niks meer over horen. Je bent 9, Arjen. Ja, dat vind ik... In de show. Maar Jess is 4e. Ja, in de show. Dit is een show. Yeah. Ja. Maar luister eventjes. Ja. Luister voor eens hier. Luister even, jongens. Nou, papa, tijma. Ik heb eigenlijk niks te zeggen. Even kijken, Tom Ferries, nummer 17. Die gaan we ook pakken. Maar Sjoke, was jij derde geworden gisteren? Ja. Lekker man. Van de 3. Ah. Nee, van de 9. Sorry Sjoke. Iedereen behalve, ik kreeg punten, want ik was ziek weggegaan. Was de enige die geen punten kreeg. Nee, maar ik was aan het rijden en toen dacht ik op een gegeven moment van... Ik had er 8 toch? Nee, 9. Maar toen dacht ik op een gegeven moment van, joh, ik trek dit gewoon niet. Ik voel me te broer. Toen hoorde ik schijnbaar ook dat het heel duidelijk was dat ik de hele tijd mijn neus aan het ophalen was. Ja. Dan hadden ze ook gewoon gelijk mogen zeggen een keer van, yo, Wouter, we horen het. Dan had ik gedacht, nou, dan mute ik me gelijk. In plaats van, nou, je kan er ook een teltje onder zetten. Kan je het gewoon gelijk laten lopen. Ja. Nee, maar die, op zich, die switchback was goed in bocht 2 van mij op jouw show. En toen ging je er weer langs en dacht ik van, oké, deze man heeft heel veel meer grip en gewoon heel veel meer controle over die auto. Ik zie hem ooit wel weer terug. Nu heb ik weer eens Johan voor de grap achter me. Ja, maar je rijdt ook de Mercedes. Ja, op een front. Hetzelfde grapje deed ik met Jan Jouker, met zijn BMW. Zo, daar heb ik ook nog bij de start een half rondje hebben we gezellig naast elkaar gezeten. Die had ook geen grip op een of andere manier. Ik heb dat bijna een gehele... Had jij er last van, Jesse? Want we hebben beide de McLaren. Ten eerste was het een fast track toen we begonnen. Ja. Geen problemen gehad eigenlijk. Nee, ja, maar ook niet. Dit is eigenlijk wel het moment om jouw grip hacks op te biechten. Oh ja. Ik heb de hele tijd op TC1 gereden. Ja, ik snap... goed, ik rijd op TC3, dus Ja, ik ook. Ik snap alleen niet, iedereen is altijd zo gefrustreerd. Oh, het is een fast track, dat kan echt niet. Dat kan het wel. Iedereen heeft een fast track, dus... Weet je wat het grote probleem is van al die jongens van jouweren? Nou? Laat ze gaan oefenen. Ja. Laat ze daar eens tijd in gaan zitten in plaats van de hele tijd. Wat een kut, ouwe, en ik kan er niks mee, wat een kut track. Degene die het meest staat te klagen over de fast en green track, ik zal hun namen niet noemen. Dat ben ik. 2 minutes left. Jazeker. Oh, nou, ik wilde zeggen, ze zijn... Eentje is net niet mijn lengte, de andere is wel wat langer. En ze wonen op een steenworp afstand.
Als ik een server aanzien en die begint op green, dan denk ik echt van, waarom zet je dan een server aan? Ik bedoel... Ja, maar Wouter, weet je wat het is? Het is inderdaad voor iedereen hetzelfde, maar het rijdt gewoon voor iedereen fijner en voor iedereen veiliger als dan optimum track. Ja, green is echt, heb je niks aan die optie. Zeg maar, nou, dat is het leukste. Maar ook op een fast track. Mooie daarvan is, Arjen, ik heb dus de hele week op die green track geoefend. Zo, daar heb ik mijn voordeel uitgepakt. Ja, ja, dus ja, je had echt een gruwelijk veel grip in één keer. Ja, ja, ik denk, ja, wat gebeurt er hier? 19. Maar wat? Nee. Zeg maar, nou, het lastigste wat... Je hebt gewoon mensen oefenen er niet op. Ja, dan is het inderdaad... Dan was het opeens een green of een fast... Of grisje fast track, weet ik veel. Maar niet uit. En dan kennen mensen de baan- en autocombinatie niet meer goed. En wanneer je moet remmen en wanneer je op het gas kan. En dan... een beetje niet meer de auto zit en dan ga je crashes krijgen. Dat ja, is... de lastigste baancondities die ik ooit heb gehad was op een AC oefensessie. Dan hadden ze ook iets maar 80% baangrip. Dat was helemaal klein, maar het was niet te regenachtig. En hele dikke mist. Nou, dan kan je gewoon niet eens meer tegen elkaar rijden. Dan is het gewoon proberen op het einde te komen. Ook al met 99% baangrip in AC is dat niet meer te doen. Elke procent voel je oprecht in ACC. Nee, in AC. Je, nou oké, ik zeg al 80%, maar het kon zo 95% zijn. En dat voelt alsof je gewoon nul grip hebt. Dat is echt bizar. Ja, en als 99, dan heb je ook al geen grip. In AC, geen nul. Ja. Ja, Jesse, je had niet de snelste ronde, dus dat scheelde je. Ja, verbaas het je? Nou, Jesse... Ja. Het was eigenlijk niet eens. Ik had niet eens. 45 minutes. Ivo, je eerste pole position. Ja! Godverdorie, ik dacht nu wel slechter dan de eerste race. Ja, het is 20ste van de 41. Van de 41. Ja, er klopt geen fluitje van. Dat kan ik niet. Ik sta nu twee na laatste. Alsof ik derde eindig ben. Nee, daar klopt, je klopt geen poepje van. Nou, ik vind het ook prima dat ik derde eindig ben hoor trouwens. Ivo Oppel, woe! Ivo. Ja, laat zien op die, stream. Kom op. Er is één ding wat ik wel echt waar ik wel moeite mee heb. Dat is dat de Belgian Magnet voor mij rijdt. De Belgian Magnets. Wouter en Belgian Magnets of Belgian Magnets? Helemaal niet snel. Nee, maar ik, om een of andere reden raakt die jongens altijd. Of zij raken ja, mij. Ja, maar die jongens hebben op een of andere reden straks van die rookies voor hun. Ja, ik vrees voor hun dat ze er al af liggen voordat jij erbij bent. Ik mis er eentje. Want Wouter zie ik. Wouter, waar is... Geens. Waar is Koen? Hey, dat is... Yes, ik weet niet. Er is klein tekort. Weet je die... Die Mercedes die je op Spa, zeg maar, gewoon de verdoemenis in hebt gejaagd. Ja. Die heeft gelijk een sign-out. Oh, oprecht. Dat is een beetje de founder van Gazelle shit. Dus ik zie jullie zijn echt obsessief met piratenpolka. Maar... Ja, ik zie het ook in Discord, maar... Maar laten we eerlijk zijn, het was ook echt... moord. Het was oprecht... Ik voel me daar ook zo kut over. Het was echt een heftige klap, joh. En hoe is dat nou voor jou, Arjen? Het feit dat je ziet, dat je denkt... Oh, dit is het teamgenoot van mij. En dan zie je gewoon echt de meest hele actie. Jesse, waarom is het de tweede keer dat een teamgenoot van jou moet stuurden dat je gewoon vermoord? Dat gebeurt iedere keer, want ik stuur het iedere keer alleen. Weet je wat het is? Ik kan nog tegen zich zeggen van jongens, ik heb ook feedback gekregen van Jesse. Ik moest zeggen tegen jullie dat hij een penalty wilt. Ja, klopt. Dat had je gezegd. Dat klinkt een beetje als een... Nee, ik wilde oprecht een penalty voor die crash. Dat was echt, echt... Je kan ook gewoon jezelf heel hard... Je hebt 15 seconden gekregen, toch? 15. Ja, zoiets. Ja, eigenlijk... Ja, dit was de... Nee, 15 volgens mij. De discussie ging even of jij een drive-thru zou krijgen. Of een 15. Alleen omdat de pits natuurlijk in België zo belachelijk lang is, hebben we er 15 van gemaakt. Maar dat viel nog weinig eigenlijk. Ik was eigenlijk positief verbaasd. Waarom ben jij... Nee. Moord jij mensen uit? Ik weet het ook niet. Kijk, die eerste heb je uiteindelijk uitgelegd dat je diegene niet zag. Want anders dan was het gewoon oprecht jij die op de start ineens naar links stuurt om iemand in. Een beetje wat Koen Geens deed op Brands Hatch. Vrienden, zoals maar, ik blame alleen de andere persoon niet. Daar zit het gewoon mee. Nee, klopt.
Hey, maar goed, ik heb een keer hele boze, weet je, Aron van Dreunen veroorzaakt. Toen voor... Ik heb nog een clipje dat jij dat deed op de laatste ronde van de Spa 12 uur Schauke. En de auto bijna weer in de muur stond. Toen zat de soundboard nog niet in Discord, Wouter. Spa 12 uur. Je kunt die uitzetten, je kunt die de geluid uitzetten van soundboards, hè, in je opties. Ik zou dat snel doen voordat Schauke een hele grote lol heeft de komende race. Gewoon bij elke overteken blijven maken. Please skip civil. If incident occur, you can discuss, apologize, but please stay as neutral. Ja, flikker. Je kan echt niet rijden. Loser. Ga je gezin pakken. Ik heb van de Munich nog geen excuses gehoord. Jij hebt je zin in de auto. Stel je voor, Jesse, je kan dus een incident hebben gehad met een gozer van 35 die al vrouw, kinderen, kat, hond, hypotheek, auto, volwassen baan hebt. En die op een avondje leuk gaat rijden, wordt hij door een 17-jarige studentje eruit gebeukt. Ik weet ook zeker dat ik by far de jongste hier ben. Ja. Dat weet ik niet zeker. Ja, ik wel. Nou, toen ik in de tijden dat ik nog spa reed, wist ik het echt zeker. Want ik kwam met de RC toen ik 15 was. Nou jongens, of Jesse, dit wordt echt kut, hè? Ja, ik ben nou al zenuwachtig. Deze race is trouwens geen mandatory pitstop. Zou het fijn. Dat was ook het idee. Ja. Ja. Ja, dit wordt echt ruk. Ik sta ook aan de rechterkant, dat is ook niet fijn. Ik ook. Want dan heb ik dus, kan ik dus nergens naartoe. Nou, of dan zit er een gaatje links voor me. Dan zou ik hem er gewoon gelijk in choepen. Ik heb twee mensen achter mij. Ik denk dat ik die ook gewoon echt meteen langs ga laten. Die zitten allebei aan mijn linkerkant. Ik heb niemand recht achter me. Dat is wel chill. Yes, ik zie gewoon groene lichten remmen. Nou, oké, okay, Ivo, pak je moment of fame. Ja. Ja, op zich. Het ging in deze ingreep toch wel op ja, op één ging op maar gewoon de andere 10 minuten van de race ging gewoon echt slecht. Maar ik heb niet heel veel gele vlaggen gezien. Nou, ik zie ze op de trackmap van Arjen steeds oplichten. Want ik zou heel even hier komen om jullie te supporten. Dus is het ook een beetje uit de hand gelopen. Zou je nog terug naar Stix? Ja, maar ik heb niet last van mee. Geen pitstop, jongens. Nee. Hé, hey, lampenlul, je mag niet door mensen heen rijden. Jawel. Nee. Volgens de regels niet. Lampenlul. Het vind ik ook zo stom dat het niet mag. In jouw zaten is allemaal één kluitje. Heerlijk. In de regels? Nee, in S3 staat dat ze zo min wordt zo realistisch mogelijk laten lijken. Ja, oké. Okay. Deze race ook het halve. Deze race. Dat, ik denk dat deze race kan op een grotere chaos worden dan tier 1. Nou, weet ik eigenlijk niet. Zal er in tier 1 meer hothead zitten? Zeg, als je dat deed op Bathurst. Wat voor shit is dat gewoon niet? Laat ik het zo zeggen, dat is een keer gebeurd. Toen had ik Sam Spekeling, Yannick Vallenduc en Nart Cox achter me zitten. Op de mountain. Tintjes zweten, jongen. Dat Tintjes was het recht. Misschien een van de engste momenten die ik ooit heb meegemaakt in ACC. Oh, en toen wist ik ook nog eens de chicane. In de oude Aston Martin. Oké, okay, jongens, daar gaan we dan. Er is geen nieuwe Aston Martin. Ivo, zet hem op, hè? Ja, hè? Laat je niet kennen bij bocht 1. Deze blijven allemaal ver achter me. Gewoon op zin sturen. Gewoon even heel vroeg rem in bocht 1. Ja, als een harmonica in elkaar, hè? Echt, wat ik zei, gaat nu de volgspanning. Gewoon even heel vroeg rem. Iedereen staat nu al stil. Ik moet zo ver gas geven, dit is niet waar. Jij zit ook nog nooit ervaren. Nee, oprecht. Ik moet gewoon half rondje. Dat is altijd zo. Ik moet gewoon half rondje pushen. Zet hem op, heren. In ieder geval. Ja, succes! Succes. Ja, succes man. Leuk. Ook nog in de
green, green, green. Welcome to death. Car right. Still there. Hier heeft iemand mazzel. Still there. Hold your line. Hold your line. Clear right. Is the fleet vermoord? Yellow flag. Green flag, all clear. Right side. You're in the middle. Clear right. Rewide. You're in the middle. Clear right. Clear all round. Van der Linde is leading the race. Car right. Wezig hier wel. Hold your line. Hold your line. Blijven rijden. Clear right. Yellow flag. Dat waren wel een paar left side. Still there. Green flag, you're clear. Hold your line. Green flag. Clear left. Car left. Hold your line. Still there. You're in the middle, three wide. Nee, 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 jongens, dat gaan we niet doen, dat kan niet. Clear drie, hè. Gezellig. Clear all round. Netjes, netjes. Yippie, 10 seconden schade. Jawel, ik moet op iets. Wat een hulp, Arjan. Netjes. This is great. Come on, keep staying in those exits. 14th. Geen bellen. Nou, die is ook weg. Doei. Nou, ik lig nu 6e. Ik lig 37e. Of twee naar laatste. Laatste. Denk erop, wordt er ook aan. Front is Schenking. Wat denk erop? You're in the middle. Clear right. Laat het maar doen. Clear all round. Victim a bit of aero damage. Yellow flag. Nou, hier is nog iemand 15 seconden schade, dus blijven rijden. Incident clear. Green flag. Wat zeg je? Moet je de auto fokken? Nou, dus even nog even kijken wat ik mijn rondetijd is om te doen. Ik voel nog met mijn stuur zit recht. Ja, dat klaar. Ja, okay, ja, dat zag ik wel. Zo, last je. Green flag, you're clear. Ivo heeft zo wel van goede positie gestart in de mens. Hier is dat mooi in die Lambo, Arjen. Weet je dat? Nee, nee, wat, laat maar even. Dat is Kleefeld. Oh, oké. Ja, ik vond het ook wel vrij bekende naam. Die is snel. Jelle. Ik ga alleen maar een kusje. On your left. On your line. Still there. Je moet denken om Harry als je dat doet. Clear left. Heel blauw op de... Hold your line. Hij is al voorbij hoor. Ja, nu wel ja. Tweede klant denk ik. Dank je Ivo. Ja, goeie blok. Ik was bang dat je misschien in één keer naar rechts zou gaan. Dat is een goede blok van Ivo. Ja. Heidi! Yellow flag. Zoveel verwoord. Green flag, mensen. Deze schijfje, ze komen af. Kop erbij. The valve is ahead, is increasing and it's now 1.4. Your ear brakes are getting pretty hot. Die zweer kan wel. Ik hoor dat hij ook mee reed.
the flag. Incident clear, green flag. De 17 weer voor je Arjen in de McLaren, die zit er weer zo. Ik zie het, James. Dat zijn allemaal op één amateurs beroepjes zelfs. Hoogland, en gelukt. Flag sector 1. Zo, 52 seconden schade. Al best mee. Left. Nog wel. Still there. Clear left. The leader has just done 129. 14. Waar komt die bel in één keer vandaan, Arie? Ja, ik moest liften. Oké. The lap time was at 131.49. Left side. Hold your line. Oh, it's left. Hold your line. Hold your line. Clear left. Oh. Je kunt ook niet remmen. En toch haalt hij nog. Ja, nice. Okay, AJ, hold your nerve. Right side. Still there. Right, finish dash. Hold your line. Hold your line. Clear right. Right, finish tegen jou. On your right. Stay okay, want filthy. Hold your line. Hold your line. Nice, yeah. Hold your line. Oh, dat is Finema. Still there. Still there. Clear right. Dat is op zich wel pees. Die zit ook in de verkeerde klas. Pardon? Sector 1, sector 2 is. Oh, we've got this now. Off the base. Yeah, precies. Silver. Nee, hij zit in amateur. Left side. Ik ben verwacht voor dat ze. Hold your line. Still there. Still there. Hold your line. Hold your line. Mickey Laren, oh, daar is jouw vreemdschade op. Zeg je dat in de spiegel, Harry? Nee, wat gebeurde? Vreemd schrok van die McLaren voor je. Oeps. Die ging daar ook over langs. Ik zag het gelukkig heel tijd. Ja, ja, ja. Je hebt daar die rasten. Ja, dat gelijk raad je, maar dat weet je toch wel niet. Ja, ja. Incident clear, back to green flag. Oh, het is een groot feest. Hoor jij daar ook bij, Jesse? Ja. Je zit inmiddels waarschijnlijk al in bocht A. Bram van der Linden die staat ook achter de boord. Mooi. Ram bijna zijn teamgenoot van de baan. Ja. Die eet. Use all the track, force him to find the gap. Yellow flag, incident clear, green flag. Right.
back sector 1. The lead has just done it on 28.94. Right. Hold your line. Still there. Clear right. Come on, AJ. Don't let him get away. The gap in front is now 0.29. On your right. Hold your line. Hold your line. Still there. Hold your line. Still there. Still there. Hold your line. Clear right. Jij ook in je poke train, Jesse. Nee, hé. Oh, die zit achter jou. Nee, ja, dus. Ja. Thank you.
That's your best in the session. D9.
gap 2, Dray Frank behind is now 0.9. Thank you.
right side. Yellow flag. Still there, clear right. The incident's clear, green flag. Alright AJ, hold your nerve, just keep it smooth, no mistakes. Je kunt me helpen met de
was voor me straks. Ja, dat moet ik ook zeggen. Maar ben je zo niet dat niet toch? Wie heeft dat onder Jesse? Ja, het is toch alweer een paar dagen geleden, Schauke. Hoe bedoel je? Wie? Oh, dat is ook niet in de voorstaat. Voort is zo prachtig om dit. Hey. Nog één gedisqualificeerd. Hoezo, jij ook? Nee. Disconnects.
Dat hangt er vanaf wie het zegt. Twee seizoenen geleden. Hangt er vanaf wie het zegt. Ja, dus als je nu één krijgt voor het einde van de race, dat is... D9. Een keer. Met wat? Er staat nog één maat erbij. Geen sterkte in deze. Hey, Jesse, denk je aan mijn volbumper of niet? The gap behind is now 1.5 seconds. Jesse ramt gewoon iedereen die niet tegenkomt. Gezellig met z'n griefjes met z'n allen bij elkaar. Met allen. Ja. Welke griefjes wij als geplet? Kijk of deze ook wat uitgezonden. Dat is een hard effect.
it smooth, no mistakes. To go, 2 minutes. Line, clear right. Keep it within the track limits. Come on, AJ. Keep pushing. We might get him back. The next car is Hill. Take the position. Popleider even snel er voorbij. Arno, voor jou de laatste ronde. In dit geval, check out. Hier staat de fueling van. Ronde minder. Netjes. Wij hebben ook wel toewacht in daar. Je hebt overleefd. Waarbij iedereen staat. Het had heel veel slechter kunnen gaan. Ja, dat klopt. Ja, op zich van 37. Zo, 3 naar de server. En van 37 naar 7. 1, 2, 3, 4.
Goed, heren. Can you please clip it, keep it civil? Gaan mensen bedreigen. Heren, ik hoop dat jullie het prima voelen. Ik ga snel een einde aanbreiden, want ik heb morgen vroeg herkansing en ik moet genoeg slaap pakken vanwege kug. Dus, ja. Heb je allemaal gelijk. Hey, succes jongen. Succes. Tot en on.